Vroeger had je virussen die je pc lam konden leggen. Nog een paar jaar geleden kon het zomaar voorkomen dat je mailbox vol zat met spam. Maar computercriminelen hebben waarschijnlijk een nieuwe hobby gevonden. In DDoS. Het is een soort georganiseerde aanval op een website, een server of een netwerk om die volledig plat te leggen. Het lijkt misschien een kwajongensstreek, maar de gevolgen kunnen groot zijn. DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Deze aanvallen zorgen ervoor dat wij in het hart van de operatie getroffen worden. Gedistribueerde aanval om een dienst uit de lucht te halen. Het is eigenlijk een beetje een klassiek belletje trekken. Het is tegenwoordig mogelijk om vanuit honderden of miljoenen computers van over de hele wereld informatie te sturen naar één bepaald adres op het internet. Dat adres is dan zo druk met het afhandelen van al die informatie of met het afweren daarvan, dat het tijdelijk uit de lucht gaat. Dit heet een DDoS-aanval. Dat staat voor Distributed Denial of Service. En daar kunnen ze op het ROC College A12 over meepraten. Deze aanvallen zorgen ervoor dat wij in het hart van de operatie getroffen worden. Dat wij ons onderwijs lam gelegd wordt door oorzaken buiten onze eigen schuld. Dat docenten 's avonds zitten voor te bereiden in de elektronische leeromgeving en voor een groep van 30 of meer studenten staan en hun lessen niet kunnen uitvoeren omdat ze niet bij hun voorbereiding kunnen. Dat studenten opdrachten moeten maken waar ze internet bij nodig hebben en docenten verwachten dat ze het op tijd inleveren en er niet bij kunnen binnen onze schoolmuren. Dat is het hart van onze operatie. Dat is de kern van wat wij doen. DDoS-aanvallen zijn niet nieuw. Vorig jaar legden cybercriminelen als sites plat van bijvoorbeeld de Rabobank en de ING. Maar ook de DigiD-pagina van de overheid heeft er even uitgelegen. En pas geleden waren de sites van de uitgeverij Wegener, waaronder Dagblad de Gelderlander, uit de lucht. Het is ook helemaal niet moeilijk om zo'n DDoS-aanval uit te voeren, zelfs als je geen verstand hebt van internet. Via Google kost het geen enkele moeite om bedrijven te vinden die dit voor je doen. Volgens een Amerikaanse site kost een ongelimiteerde aanval van een half uur $9.99. Jelte Jansen werkt voor SIDN, de beheerder van ruim 5 miljoen sites met als domeinnaam .nl. Hij ziet maar een paar motieven voor de daders. In sommige gevallen is het slechts kattenkwaad. Ze denken gewoon, je ziet bijvoorbeeld heel veel bij online games, dat ze de tegenstander proberen van het internet af te halen. In sommige gevallen is het ook uit protest of uit wraakactie. Ze denken van, we zijn het niet eens met dit bedrijf of deze organisatie en we willen ze van het internet af hebben. En in sommige gevallen gaat het om chantage. Van betaal me zoveel en de aanval houdt op. Op het ROC A12 denken ze ook dat wraak een belangrijke motivatie is van de dader om de infrastructuur van de school lam te leggen. Weliswaar zijn er studenten geweest die het netwerk hebben aangevallen, maar dat was relatief snel opgelost. Het belangrijkste deel van de DDoS-aanval blijkt lastiger onschadelijk te maken. Wij denken aan mensen van buiten die op een of andere manier ook rancune koesteren tegen een van onze scholen of tegen de stichting als geheel. Als de studenten niet als doelgroep zien, dan komen we al snel bij medewerkers of voormalige medewerkers uit. We onderzoeken zowel digitaal als tactisch op dit moment hoe we dat daderprofiel scherper kunnen krijgen en hoe we die hypothese of kunnen ontkrachten of er verder mee zouden moeten gaan. Het internet is ooit opgezet als klein netwerk voor defensiepersoneel, maar tegenwoordig is het onmisbaar. Niet alleen voor scholen, maar ook voor overheden, banken, energiebedrijven en burgers zoals u en ik. Eigenlijk kunnen we geen dag meer zonder. Tegelijkertijd blijkt het ontzettend moeilijk om dat internet goed te beveiligen, zeker in Nederland. 94% van de Nederlandse huishoudens heeft een computer met internetaansluiting. Daarmee heeft ons land de grootste digitale dichtheid ter wereld. Op veel plaatsen ligt de glasvezel, waardoor we snelle verbindingen hebben. Dat is prettig om snel te surfen,
maar ook ideaal voor criminelen die gebruik maken van dat internet. Vergelijk het wel eens met auto's. Die worden van tevoren gekeurd voordat ze op de weg komen. En elk jaar moeten ze opnieuw gekeurd worden. En wij hebben dus eigenlijk, ja, machines die we kopen zijn eigenlijk gewoon niet gekeurd en worden zeker niet elk jaar gekeurd. En dat betekent dus ook dat ze structureel onveilig zijn. Albert Benschop is internetsocioloog en auteur van het boek Cyberoorlog. In zijn boek legt Benschop uit dat softwareprogramma's vroeger enkele duizenden coderegels had om een computer te besturen. Tegenwoordig kan dat al oplopen tot 80 miljoen. Met alle risico's van dien. Die apparaten zijn dus aan de ene kant gewoon veel en veel krachtiger geworden. Maar dat betekent ook dat het veel complexer is geworden. En dat het zoveel regels zijn dat er altijd wel gewoon foutjes in zitten. Het opsporen van die fouten en het gebruiken of misbruik maken van die fouten. Dat is het spel wat criminelen, cyberterroristen en ook gewone activisten dagelijks doen. Dus die zoeken dus echt naar die fouten. En proberen die te benutten om een aanval te lanceren. Cybercrime. Dat klinkt voor veel mensen als een ver van mijn bedshow. Maar dat is het niet. U maakt 3 keer zoveel kans om bestolen te worden via internet dan dat er in uw huis wordt ingebroken. Volgens TNO kost het Nederland ieder jaar maar liefst 10 miljard euro. Nu denkt u vast, dat zou mij nooit overkomen. Dat dacht ook Joop Barendrecht, financieel expert van een bedrijf in Arnhem. Toch werd hij op een dag gebeld door de bank met de mededeling dat criminelen 2000 euro van zijn rekening hadden overgeschreven. Barendrecht wist ook gelijk op welk moment tijdens het internetbankieren het mis is gegaan. Toen kreeg ik een melding op mijn scherm. Helemaal de lookalike en de kleuren en het lettertype, alles conform van die bank. Van uw identifier wordt gesynchroniseerd. Een ogenblik geduld alstublieft. En toen had ik natuurlijk, zeker omdat ik wat meer in dat vakgebied zit, natuurlijk direct zeer argwanend moeten worden. Zo van, dat kan helemaal niet, dat ding heb ik in mijn hand, dat ding heeft geen stekker. Dat ding heeft geen wifi, dat kan op geen enkele manier met mijn computer praten. Dus dit is ontzettend flauwekul. En die handeling afbreken. Hoe zorgvuldig je ook bent, ik denk dat zeker de meldingen van de afgelopen maanden, waarbij steeds meer vreemde dingen op het internet gebeuren. Wat je ook doet op internet, je waagt je gewoon op een soort van toch wel een highway met veel verborgen gevaren. Maar volgens Benschot kunnen kwaadwillenden nog veel meer schade aanrichten via internet. Het meest vergaand zijn natuurlijk aanvallen die dus de controle over computersystemen zelf overnemen. En dat is natuurlijk bijzonder interessant als het gaat om computers die dus de besturing eigenlijk verrichten over bepaalde infrastructuren. De watervoorziening in een land, het open en dichtzetten van dijken en sluizen, het betalingssysteem, het banken, het beurzensysteem, het vliegverkeer, de stoplichten in een stad. Dat zijn natuurlijk tegenwoordig allemaal gewoon door computers gecontroleerde en aangestuurde infrastructuren. Terug naar het ROC A12. Ondertussen heeft de school al 11 weken lang last van de DDoS-aanval. De kosten om de problemen op te lossen lopen alsmaar op. Hopelijk is binnenkort alle ellende voorbij. Alleen deskundigen kunnen weinig garanties geven dat dat ook zo blijft. Dus dat blijft een soort kat-en-muisspel van de verdediging en de aanval. Het is heel lastig te voorkomen. Om het echt te voorkomen moeten we met alle netwerken op het hele internet samenwerken. Maar dat is bijna niet te doen. Dat de aanvallers steeds in het voordeel zijn, omdat ze gewoon ook steeds weer nieuwe wegen weten te vinden om dit soort blokkadeaanvallen om die uit te voeren. Iedereen vertrouwt op het feit dat internet er is en dat je er gebruik van kan maken. Maar de afgelopen 10 weken heeft ons geleerd dat het wel een hele kwetsbare voorziening is. En ja, als we zo kwetsbaar in energie of in water zouden zijn, dan zouden we daar ook wel een groot probleem van maken. En ik denk ook dat we daar maatschappelijk in de breedte wat meer debat over zouden moeten voeren. En tot zo.